Ik ben Liva. Ik heb 2 keer achter elkaar de cursus hier gedaan. En ik doe nu vaktherapie beeldend. Een opleiding hier aan de HAN en ik zit in mijn laatste jaar. Ik ben Britte, ik ben 18 jaar en ik studeer nu biologie aan de Radboud Universiteit. Vaktherapie is eigenlijk een combinatie tussen psychologie en kunst. Ik specialiseer me voornamelijk op de jeugdzorg. Dus ik maak kunst met jongeren in de jeugdzorg als vorm van therapie. Het is een cursus die iedere week is. De lessen zijn ongeveer 2,5 uur. En je gaat vaak bezig met een bepaalde techniek of een bepaald thema. Je leert heel veel verschillende dingen. Je leert dus bijvoorbeeld tekenen, schilderen, keramiek, metaal. Maar ook heel veel digitaal werken. We doen ook fotografie. Animatie zit er vaak tussen, dingen met film. Dus dat komt ook allemaal aan bod. Dus je leert heel veel verschillende dingen eigenlijk. Elke week heb je 2,5 uur les. En bepaalde weken ben je bezig met een bepaald project. Sommige blokken duren wat langer dan andere. Dus je hebt een paar weken bijvoorbeeld les met het werken met metaal. En dan ga je daarna weer door met een ander project met een ander thema. Je werkt met een groep leerlingen die allemaal een eigen visie hebben op het maken van kunst. En heel anders omgaan met materialen. Dus je kan heel goed van elkaar leren. En het is heel interessant om te zien wat voor soort eindproducten iedereen maakt. Want uiteindelijk stel je het ook aan elkaar tentoon. Wat ik ook heel interessant vond hier is dat je niet alleen maar leert beeldend werken, maar je leert ook hoe je erover moet praten. Je leert ook exposeren, je leert ook uitleggen. Dit is wat ik heb gemaakt, dit is hoe ik het heb gemaakt en dit is waarom ik het heb gemaakt. Of wat mijn inspiratie was. En dat is iets wat je bijvoorbeeld... Je kunt jezelf wel leren tekenen alleen op je kamer, maar je kan jezelf niet leren te praten over je eigen beeldend werk. Zonder dat je daar met andere mensen over kan hebben. Dus dat vind ik wel een hele grote toegevoegde waarde van deze cursus. Ik wil graag sustainable design in. Architectuur met dan visie op omgaan met het milieu. Of andere designtypes die dan goed zijn voor het milieu. Wat ik vooral heb geleerd van deze studie is hoe vrij kunst is. En dat er dus heel veel verschillende mogelijkheden zijn. Heel veel verschillende disciplines waarin je kunst kan verwerken. En dat is voor mij heel nuttig.